allemaal weer in de bus, net als de Beatles. De tocht gaat verder oostwaarts. Dank Tyson, Nelson Gurner, Janusz Oleniczak en nu weer de fragile Tatjana Szybanowa. Polen geeft veel terug. 20 jaar vriendschap en een totaal onverwachte uitbreiding van ons repertoire. Die Polen zijn grote kunstliefhebbers, ook grote muziekliefhebbers. Ze hebben natuurlijk zelf een geweldige muziektraditie achter de rug met Chopin. Die vereren ze, dat is een nationale held. En die hebben dus ook die historische uitvoeringspraktijk ontdekt, kun je zeggen. En die, ze hebben ons orkest lief. En ze hebben ons repertoire met Chopin uitgebreid. Chopin is niet zo laat, is niet veel later dan Beethoven. We zijn graag in Polen. Alle aandacht gaat natuurlijk uit naar de piano. Het orkest speelt een zeer ondergeschikte rol. Maar niettemin zijn er ook in de toeties van het orkest prachtige harmonieën en melodieën. Ik vind het eigenlijk heel goed georchestreerd. Ik vind het prachtige muziek. Wij repeteerden in een operatheater. En het was om 12:30. En toen schaarden zich rondom ons op bankjes de timmermannen, decorbouwers, schilders om hun boterham op te eten. En zodra dat begon, zag je de tranen biggelen over de wangen van die ruige binken. Omdat ze dat Poolse lied, meteen herkende. Het was heel, heel ontroerend. Bilbao is gelegen in Baskenland, tegen de zee aan. En op een of andere manier waar je daar meestal hele merkwaardige rukwinden die van alle kanten kunnen komen en waar piloten ook de grootste moeite mee hebben. En ik geloof dat er ook piloten uitgekozen worden die landingen beheersen. Nou, en bij ons was het een keertje goed mis. We lagen bijna ondersteboven. Het zou overigens wat zijn, een orkest wat naar beneden dondert. Wat een lawaai, al die muziekinstrumenten. Die snaren die springen, die pauken die ontploffen. Maar die piloten hebben het. Maar stel nu, als het nu echt eens was misgegaan.